Nee, Hans is wel mooi om te zien. Allee, het is zo grappig. Ene van Club Brugge en dan twee prachtige vrouwen. Precies een aflevering van Boer zoekt vrouw. Ella, voor jou is de vijfde keer. Je bent daarmee zeker van een plaats in de finale weken. Ja. Had je dat vooraf verwacht? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, en ik had ook heel veel stress de eerste keer tijdens de finale. Mm. En sindsdien... Maar nu heb ik ook stress, dus... Allee. Ah ja, oké. Okay. Ja. Ja. Wat denk je van de nieuwe tegenstander, Céline? Ja, goed, hè. Ze heeft rechten gedaan. Dat is al veel meer dan ik. Ik heb ja, gewoon toneelschool, dus... Ja, maar, ja, is ook, ja, maar in New York. Ja. In het Engels dan nog, bedoel, is het ook... Ja, kun je Engels? Dag Adriaan, dag Sven. Hoe is het ermee? Goed, heel goed. Ja, heel goed. Ik zou u graag willen bedanken dat we er toch weer mogen bij zijn. Ik moet jullie bedanken dat jullie erbij zijn. Dat vond ik eigenlijk zelf ook, maar je deed het niet. Inderdaad. Nee, nee, merci. Ik vraag dan iedereen hier, is het leuk geweest tijdens de corona? Je hebt corona gehad, hè? Ja, Erik. Ja. Ja. Je moet hem daar niet altijd mee confronteren. Nee, nee, ik heb de derde week van de lockdown, dus ik was echt wel proper, ook als een nonneke aan het leven. En dan corona gehad, dus ja, 2-3 weken echt ziek. Oeh, serieus? Ja. Ja. En kun jij nu al terug proeven en ruiken? Nee, dus ik kan ook gewoon naast een Erik zitten, ik ruik niks. Ja, ja. De slimste mens weet dat maïzena een goed middeltje is tegen een extra oog en dat een beerput tegenwoordig properder is dan de gemiddelde elleboog, maar ook dat je bij een ster in je voorhuid niet moet aankloppen bij Carglass, nog bij een astroloog. Dat is waar, hè? 15 vragen. Wie juist antwoord blijft aan de beurt. Elke derde vraag levert 10 seconden op. Ja, Céline, ik lach soms met mijn eigen mop. Sorry, maar... Ik doe dat ook altijd. Dat is dan toch al één iemand. Oh ja. Daar is al een match. Ja. Je hebt ook zo die Netflix en chill, hè? Dat, Ja, wat is dat nu weer? Netflix en chill. Ah ja, dat is gewoon. Nee, nee, ja. Nee, zeg maar. Nee, je nodigt iemand uit voor te Netflixen, maar eigenlijk wil je iets anders doen. Hè? Dat is het toch? Hè? Ja, 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 ja. Maar ik, bij mij is dat altijd net niks. Hoeveel kost dat eigenlijk een BH? 100 euro of zo? 100 euro. Ja, je kunt dat ook in H&M kopen en dan is dat 30 euro. Denk ik. 30 euro? Ja, kunnen ze niet veel laten hangen, hè? Maar op sorry. Sorry. Hebben jullie honden of katten? We hadden vroeger wel een kat, een witte kat, bij mijn ouders en die heette Kater Damiaan. Ah, ja. Dat is echt gebeurd. Ja. Een goede naam is wel, vind dat wel tof voor een kat. We hadden ook een kat, maar die is nu overleden. Maar... Ja, triestig. Ja. En hoe heette ze? Kat Kerkhofs. Heb jij ooit in de gevangenis gezeten of bijna in de gevangenis gezeten? Nee, maar dat doet me denken aan, wij hebben deze zomer een huis gehuurd in Tongeren. Zo'n beetje vakantie in eigen land, met de zussen en zo. Ja. En we waren naar daar aan het rijden en we zeiden, ja, ze hebben daar ook goede wijn en zo, wijngaarden. Dus weet je wat, Olga, jij moet voor vanavond wat wijn verzorgen. Hè? En dus Olga zoekt dat op, die belt naar een nummer dat ze dan had gevonden, van de wijngaard. En ze zegt, ja, ik weet het is zaterdag, het is al wel laat, maar is jullie winkeltje open vandaag? En die mensen zo, sorry, winkeltje? Ja, allee, we willen geen rondleiding of zo, maar gewoon iets kopen in het winkeltje, gaat dat? Die mensen zo... U spreekt met detentiecentrum De Wijngaard. Maar ik kan wel eigenlijk heel Rapper's Delight van buiten. Echt waar? Moet ik een stukje doen? Ja, begin, dat is keigoed. Ja. Als er hip, hop, the hibbit to the hip, hip, hop, you don't stop, rock it to the bang, bang, boogie, say up, crump, the boogie to the rhythm of the boogie, the beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am Wonder Mike, and I like to say hello to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie, say up, jump, the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop it, blah, 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 calm down. Yeah, we'll stop. Hans, had jij dat ook zo goed gekund? Ja. Ja. Het is hier vanavond ook een beetje een sprookje, hè? Hans en zijn grietjes. Oh. We mankeren juist nog een lelijke heks, maar als je af en toe eens lacht, Erik, gaat ook nog een daar is ze. Hoe is dat met de douche bij Club Brugge? Ja, nu met corona hebben we allemaal onze eigen kamer, dus we douchen nu allemaal apart. Maar normaal gezien is het wel allemaal samen? Ja, na een match bijvoorbeeld is het wel allemaal samen. Ja. Ja. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ja, ik wel. Al veel. Ja. Allemaal gasten in één douche. Ik zou zot worden gewoon. Maar waarom? Ja. Ik weet niet. Waarom lekker haar? Dat is de reden dat Erik blijft shotten. Bij de minime van Mortsel nog altijd. Oh, zeker. Ben je vaak ruilen, Ella? Nee, ja. Maar één keer gebeurd, denk ik.
En was het dan? Ja, vorig jaar met kerstmis had ik een juweel gekregen van iemand. Ja? En dan heb ik het toch geruild. Van uw zuster? Ja? Maar die wist dat toch? Wist jij dat niet? Die zit daar maar een mond open, echt. Je had een juweel gekregen van Olga, die in het publiek zit. Ja, ik heb een juweel van Olga gekregen, ja. Ja, en met dat gaan ruilen. En je dacht dat Olga het wist, maar Olga wist het niet. En ligt nu in zwijm in het decor. Schrijven jullie gedichten? Nee, en ik moet zeggen poëzie, maar misschien komt dat nog. Maar dat is zo echt niet mijn... Allee, ik heb altijd zo'n gevoel van, zeg het gewoon. We zijn aan het Sorry. Celine, gedichten, hou jij ervan? Ja. Ja? Kan dat wel smaken af en toe. Heb je plakband, Erik? Hans, word jij soms opgewonden van een man? Bij Brugge in een douche zie je wel gasten dat je denkt van een mooie gast of... Niet op antwoorden. Is niet op antwoorden. Okay, jullie douchen dan bij Brugge? Ja. Ja, nee. Vond je dat raar, Hans, dat ik erover begon? Ja, opgewonden vond ik nu... Wie is zo bij Club Brugge de witte peen? Nee, heb je voorbereid speciaal? Nee. Nee. Dat gelooft niemand natuurlijk. Nee, dat geloof ik echt niet, want je zit expert luchtvaart. En als... Ja, maar zijn vliegtuigjes. En wel ja, dus er zijn eigenlijk maar 5 vliegtuigen opgestegen het afgelopen jaar. Dus hij had eigenlijk veel tijd gehad om me voor te doen. Wat denk je van de tegenstanders vandaag, Jad? Ik heb speciaal blauw-zwart aangedaan. Kleur van Club Brugge. Juiste kleuren. Ja, het is een mooie trui. Het is van Christian Wijnand. Name drop. Ching. Ja, zeker. Het is een Belgische modeontwerper. Is goed. Antwerpen. Oké. Okay. Ah, ik dacht dat zijn trui echt was. En nee. het is met sponsors en al. Nee, ik moet teruggeven. Hè. Ja, ja. Ah, nog erger. Geef je sokken ook maar terug. Ja. Ella, ja, blauw-rood. Heel mooi. Het is een beetje... Ja. Het is zo'n exit, you may find there. Inderdaad, ik wou het zeggen. Ja, stewardess, maar zeer goed. Zie je dat graag, Riyad? Ja, toen ik nog hetero was, zag ik dat graag. Ben je nog hetero geweest? Ja. Ja. En waar is het goed gekomen dan? De laatste zei tegen mij van oh, rustig. Ja. Toen moest ze brut niet. Toen dacht ze van het is goed, meisje, ik stop ermee. Ja. Krijg je nog goede raad van papa of Olga of iemand anders? Nee, ik heb goede raad gekregen van Elodie Ouedraogo. Serieus? Ja, die heeft gezegd je moet botten aandoen. Ah ja, ja, ja. Ja, ja, dat geeft een... Ja, fijn, ja. Ja. Name drop. Ja. Nee, botten. Maar jij krijgt die al, dus dat is niet nodig, denk ik. Die zijn van mij. Ah, kijk. Die zijn van u. Nee, ja. Nee, tweedehands. Tweedehands. Echt waar, tweedehands? Ja, maar wel Prada tweedehands. Dus dat is... Allee. Ah, okay, vintage. Ja, vintage. Ja, vintage, ja. Okay. Ja, dag Herman, dag Rick. Hoe gaat het ermee? Ça va. Ça va. Ja? Oké. Okay. Ja. Je ziet er heel vrolijk uit. Ja, ik ben nu. Vandaag een van de vrolijkste dagen die ik ooit heb. Het doet me echt denken aan de tijd dat ik net begon als acteur, dat ik zo langs moest gaan met de loketten van de VDAB. Toen zat er ook zo een. Ook zo'n levenslustige, langharige mens die ik zeggen hoe ik het moest aanpakken in het leven. Voilà. Hij is getrouwd deze zomer. Wil je hem nog feliciteren? Nee. Nee, Riyad. Ben je er al geweest, Riyad? Ik mag daar niet binnen, jong. Hoe, je mag er niet binnen? Ik ben een homo. Ah ja, juist, ja. Nou, maar als je, sorry, maar als je daar nu naartoe gaat, dat staat toch niet op je hoofd te lezen dat je homo is? Wow, ik vind dat wel. Ja, Riyad, kan dat zijn dat je rechtervoet iets probeert te zeggen? Ik vind, het is heel raar, maar het is heel tijd naar mij, het is het teken dat ik probeer het... Ik snap het niet goed. Ja, okay. Ik heb twee bedden. Eén om in te slapen en één om in te poepen. En om in te slapen ziet er nog splinternieuw uit, maar om in te poepen is versleten. Ja. Hebben jullie ooit iets gestolen? Ja, eigenlijk wel. Ik doe het nog... Nee, goh, doe ik nu nog? Ja, soms. In het kruidvat. Maar ik heb het zelfs al gezegd in het kruidvat. Ja, smurfen. Die snoepen, bedoel ik. Hè? Ja. Dus af en toe, dat is van die snoepot, van die bakken die er zitten, dat bak een smurf. En dan stak je dat vroeger als kind in mijn mond en had zo'n mokkende smurf mee. En dat doe ik nog altijd, eigenlijk. Oh, ja. Dus ik ken al heel smurfendorp. Maar je zegt dat tegen die mensen van het kruidvat? Ja, ik heb dat al een keer gezegd. Ja. En die vinden dat oké? Ja, die noemen nu Gargamel als ik binnenkom. Je hebt ook nachtmerries gehad over dit programma. Ja, over hem. En over hem. Nee, wat voor angsten was het dan? Herman was mijn vingers aan het opeten per slecht antwoord. Jezus, wat droomde hij, man. Ja. Heftig. Ja. Nee, het is wel... Herman, heb jij soms nachtmerries? Nee, maar ik heb wel hoogtevrees. Ik heb zoveel hoogtevrees dat ik elke dag het eelt van mijn voeten doe. Ben jij ooit hard to get geweest? Hard to get? Ja, soms wel, ja. Ja? Ja. En nu hard to get hard, waarschijnlijk. En wat is het merk van dat? Prada.
Prallen? Ja. Echt waar? Ik had dat juist niet gezegd. Nee, ik gewoon... een kwartier geleden gezegd. Ja, maar ik hoor niet alles mijn oortjes soms vast. Het zijn Pradas. Pradas. Wat dragen jullie van schoenen? Ik draag schoenen van Christian Wijnands. Kaching. Slaap jij in pyjama, Herman? Ik slaap in een bikini. Nee, Rick, jij? Slaap jij in pyjama? Nee, nee. Ook in een boxershort. Ja, ik slaap in een sponsor pyjama. Hey, ook in, ja. Hey, ook in een sponsorpiano. Ja, 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 en slaap hij ook nog in zo'n Ferrari-bed? Jullie favoriete tv-serie? Seinfeld was mijn favoriete serie. Ja. Ja. Jerry Seinfeld. En Blackadder ook. Ja. Ja. Ja, ja, goed. Maar nu, en het is geen fictie, maar ik kijk wel graag naar Love Island. Serieus? Ja. Ja. Zie je dat echt? Kijk je ik heb alles gezien, ja. Je ziet de menselijke idiotie op één kleine vlakte verenigd. Ja. Ja. En daar zijn wij bij mijn dikke tetten. Dus nee, zou ik ermee staan met een snor, denk je? Jij? Ja. Je stelt mij alles, Erik. Ah, dat is mooi. Behalve met een snor, hè. Jullie hebben contact gehad, al, geloof ik. Ja, ik heb gisteren op Instagram kreeg ik een paar berichtjes. Kom mij niet inhouden. Ik dacht, ik heb eindelijk een smoes. Ik volg je al een jaar of twee. Ja. Dus ik dacht, ik stuur eens een berichtje van hallo, tot morgen. En ik dacht, ik ga nooit antwoorden met 150.000 volgers of zo. Ja, zo. En ik ben een nobody op Instagram. Ja. En ik had 5 minuten later... Oh. Ping. Nee, maar jij schreef... En ik schreef elkaar morgen. Dus ik denk, we zien elkaar morgen. Ik vergeet dat ik iets in mijn agenda heb staan. Maar toen dacht ik, oh, kijk. Ja. Maar goed, dus we hebben elkaar een beetje leren kennen. Ja, ja. Nee, dus... Jan, we kunnen er niet omheen. Jij bent een mooie man, mag ik zeggen, hè? Riad. Hij heeft chance dat er glas tussen staat. Je hebt een t-shirt van Grace Jones. Ja, is Grace Jones. Slave to the Rhythm. Ja. Ja. Ken je haar? Persoonlijk. Ja, ik kon, hè? Nee, I wish. Zou ik wel tof vinden. Ja, ik denk dat zij best wel gestoord is op een leuke manier. Ja, ik weet het. Ja. Ik ken trouwens een man die met haar naar bed is geweest. Echt waar? En hoe was dat? Wel, er lagen nog 6 man bij. Wauw. Dus het was een feest. Het was een feest, ja. Het was, hij lag dan in dat bed en dan nog 6 andere mannen en dan zij. Maar ja, verder mag ik natuurlijk niks over zeggen. Nee. En hoe is het nu met je broer? Heb je nog tips voor haar? Nee, gewoon, zij moet gewoon zichzelf zijn. En dan komt het allemaal goed. En hij stelt af en toe vragen, Erik. Ja. Gewoon negeren, joh. Gewoon laten gaan. Ja, nee, maar ik zal goed op kat passen. Ja. En met 3 geweldige kandidaten natuurlijk ook. Klopt, ja. Ja. Maar het is wel lekker dat Jan Kooijman er is. Dat ik niet, hè, normaal ben ik altijd de knappe Hollander. Ja. Maar dan, nee, dat is fijn dat hij dat nu even van me overneemt. Het was een last op mijn schouders, Erik. Dat snap ik. Dat ik jou zeg. Jij bent degene van Dancing with the Stars, hè? Ja. Jij was toen de jury van. Ja, was andersom. Omgekeerde wereld. Ja, oh, jeetje. Ik had maar wat te wachten. Je hebt toen James Cook laten winnen. Wauw. Nee, nog even over Dries. Kat, als hij scoort, dan maakt hij meestal zo'n gebaartje. Ja, naar de een hartje noemen ze dat. Een hartje, hè? Ja, ja. Inderdaad. Een gebaartje. Ja, maar dat is naar jou, toch? Hè? Ik hoop van wel. Ja, ik weet het. Ja. Maar ja, dat is wel soms verwarrend. Want toen dat het eventjes niet goed ging tussen ons, toen deed Hans van Aken zijn hartje. En toen dacht meteen iedereen dat ik op Hans van Aken zat. Echt waar? Echt, dat is echt gebeurd, hè. Dus, nee, dat... Er stond in de pers, Hans van Aken heeft het hartje gedaan, dus een nieuwe vriend van Kat is Hans van Aken. Maar als het zo makkelijk is... Ja. Ja. Heet tie-dye. Tie-dye, inderdaad. Ja. Je doet dat zelf ook? Ja, ik doe dat heel graag. Ah, ja. Dus jij danst en maakt t-shirts. Nee, sokken. Ja. Nee, ik ben serieus. Je moet ze oprollen in een soort bolletje, knoedeltje. Ja. En dan met elastiekjes eromheen. Ja. En dan heb je verschillende kleuren. En dan wordt het spannend, hè? Merk je niet? Ja. En dan op het juiste moment moet je het juiste spuitje... Nou ja, goed, dat. Klinkt raar. Klinkt als mijn hele puberteit ook. Ja. Ja. Maar Jan-Jaap, ik hoop toch echt voor even dat jij niet meer met elastiekjes in de weer bent. Nee, 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 dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Do it yourself is het, hè. Hamstrings. Heb jij goede hamstrings? Nee. Nee, dat was zeker geen sterke kant van mij. Kan je zo'n split? Oh ja, maar ik weet niet of ik dat nu moet gaan doen. Riad gaat daar gewoon geld voor neerleggen. Ja, maar ik vind het wel heftig. Ik wijs naar jou omdat je met Dries bent. Maar die voetballers die
Die rennen dan en dan opeens schiet het erin. Ja, ja. En dan is het ook meteen dit en ik moet eruit. En dan ik zie jullie volgend jaar wel weer. Ja. Dat is meteen heel heftig, toch altijd? Ja. Stuur jij wel eens agressieve WhatsApp-berichten? Ik gebruik dan hoofdletters. Hè. Hoofdletters? Voor te roepen. Ja, dat echt waar? Doe ik ook. Ja. Nou ja, oeh. Heb jij dit nog niet? En dan is dat zo in caps. Heb jij dit nog niet begrepen? En dan hoop ik dat hij durft dat ik roep. Ah ja, okay. Ja. Dat soort letters zijn voor Dries heel groot. Er is ook dat beroemde filmpje waarin jullie... Ja, ja, ben jij enorm boos op Dries die daar zo gewoon staat? Ik weet zelfs niet eens meer te goed waarover het ging. Het was iets over dat hij mij onder de bus had gegooid bij iemand anders. En daar kan ik niet Wat zeg je? Hij had mij onder de bus gegooid. Zo, dus hij had het niet voor mij opgenomen. Ah, zo, onder de bus gegooid? Ja, dat vind ik Ja, throwing under the bus. Ja, echt niet, hè? Dat is echt waar. Nee, dacht even letterlijk. Maar je hebt Dries zelfs gezien, dat lukt hem nooit. Nee. Hij doet toch ook dat zo? Nee. Nou, maar dat doet hij. Hij is klein, maar hij is niet gay, hè? Nee. Als hij scoort, als hij scoort. Nee, maar luister, ik kijk, ik ben fan van hem. Als hij scoort, doet hij dit. Dan doet hij toch een soort loopje? Ah, nee, dat is zo'n dansje. Ja, precies. Ja, 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 met zijn tong. Ik gooi iemand om dat ik ben. Ben je fan van Dolly Parton? Nee, ja, niet nu, niet speciaal. Ik vind haar fantastisch. Ja. Ik ook dan. Wist je dat zij... Weet je ook, hoe groot ben jij, Jan? Ik ben 1,92. 1,92 is heel groot. Hoe komt het dat die groot zijn, de Nederlanders, denk je, Jan? Ik weet niet, we eten goed of zo. Veel melk. Oh ja? Ja, ja, al heel lang. En het is een soort evolutie dat wij gewoon heel lang zijn dat we goed kunnen zien waar het uitverkoop is. Dat is waar, hè? Heb je ook voordelen aan mondmaskers? Ja, maar ik kwam eens in een krantenwinkel waar ik nog nooit geweest was met mijn mondmasker. Mm. En dan zei die man van... Ah, dat is toch ook plezant voor u, hè, dat mensen u dat niet herkennen. Goed. Wat zijn de meest voorkomende SOA's? Ja, de vraag is duidelijk, Ria. Oké, autobiografisch, herpes, fetale vratten, chlamydia, gonorree. Ja, het is gebeurd. Ik denk dat je bij het VRT-journaal een nieuwe expertise erbij krijgt. En mijn moeder zit in de zaal. Ja. Ja. Ik heb ook wel een lach waar je iets mee kunt doen in de entertainmentsector. Dan zou ik toch iets zoeken in de brandalarmsector. Ik weet niet, Dries, draagt die steunkous? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou je eens aan Evelien moeten vragen. Wat denkt de jury? Wie zal het halen? Het zou mooi zijn als een Hollander het goed doet. Dan gaat mijn mooie mannenhart ook heel snel. Oranje hart gaat Dan doe ik even een Dries naar jou. Oh. Oh. Kim, je bent ook zevende op de wereldranglijst. Ja, inderdaad, dat klopt. Ja. Ja. Er zijn dan nog zes andere zotten die dat doen. In België niet. Ah, oké. Okay. Nee. Ik lees op mijn kaartje, Kim, dat jij bent opgegroeid op een manege. Ja, mijn ouders zitten in de paardensport, inderdaad. Ah, okay. Ik ben allergisch aan paarden, dus... Ja. Maar was dat dan echt als je een paard van dichtbij zag? Ja, ik was echt geregeld in het hospitaal geweest. Oh, sorry. Oei. Daardoor ook op het internaat beland, eigenlijk. Maar, het is niet dat mijn ouders me niet graag zagen, maar... Dus jij hebt je ouders al 30 jaar niet meer gezien. En ik zit weer gesandwiched vandaag, nu tussen twee knappe vrouwen. Twee prachtige vrouwen. Gisteren was een knappe man en een knappe vrouw. Nou, het is altijd dag. Het is elke dag feest hier. Ja. Ooit komt er wel eens iemand die tegenvalt dan, hè. Maar ja. Ja, top als wat ik zeg, want maandag komt Binkrabbe. Maar Barbara, jij speelde in ons promofilmpje mee. En je speelde daarin een babe, mogen we wel zeggen. Heb je daar reacties op gekregen? Ja, de voorbije weken heeft dat toch zo de curve van de dickpics doen pieken. Dat zijn homoniemen. Als graven, een graf graven, 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 graven. Dat bedoel je? Ja, inderdaad, dat bedoel ik. Of als achter vliegen, 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 vliegen achterna. Ja. Kun je zeggen, hè?
Klopt, inderdaad. Ja. Of als, als molle, 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 molle. Of als zagen, 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 zagen. Barbara, heb jij handboeien liggen in je nachtkastje? Nee, maar wel startkabels. Gebeurt dat vaak? Word jij vaak nageroepen? Dat is wel gebeurd, maar nee, dat is wel heel lang geleden, denk ik. Serieus? Zou het iets zijn? Nee, nee, dus zeker niks. Nee. Barbara, word jij nog vaak nageroepen? Constant. Serieus? Ja. Ja. En wat roepen ze dan? Meestal is dat iets klassieks. Hè. Zo, meestal is dat van oudste tegen, ze heeft weer kava gestolen. Ja, ze maken vaak mopjes over mijn leeftijd, maar zo oud ben ik niet, hoor. En ik woon niet in een rusthuis, hè. Dat zeggen ze ook vaak. Is een oom. Hij zegt liever home. Het zou goed zijn als je wat oud bent, dat je de loft opneemt met een service flat. Nee, maar ik snap het niet. Hoe spreek je dat? Exashi. Exashi 12. Exashi 12. Maar die Musk zit ook aan het grieven, hè. Toch zwaar aan Exashi, hè. Aan een Exashi. Maar kijk, ze zeggen toch dat knuffelen minder risicovol is dan gewoon in het gezicht zitten zeggen, ik kan u niet knuffelen. Ja. Dat heb ik ook gehoord. Ja, toch? Ah, ja? Dat is in het gezicht niet, hè. Dat is zo. Mag je dan het virus op de wang van een ander achterlaat, hè. Ah ja, tuurlijk. Ja. Mark Farhans heeft dat gezegd, dat klopt. Ja, het is beter om te knuffelen dan om handen te geven. Ja, maar het is niet omdat Mark Farhans dat zegt dat dat waar is. Hè. Heb jij wel eens een stemmetje ingesproken voor Toy Story? Nee, voor Toy Story niet, maar wel voor tekenfilms. Ah ja, zoals? Het regent gehaktballen 2. Ze hadden mij gevraagd om dat te regisseren. Oeh, echt? Ik kon niet doen. Ja. Maar je hebt toch ook eens een stem? Ik speel in Robots. Speelde ik een oude, versleten robot. Ja, dat is typecasting. Big World. En in Finding Nemo een irritante vis. Die met dat lampeke. Die zegt niks. Nee, klopt. Een van die lampvissen. Nee, ja, die, nee, die had er 3 zinnen of zo. Ja. En hoe lang heb je erover gedaan om dat in te spreken? Ja, 4 dagen. Ja, ik heb ook bij mijn eerste match ook zo die leeftijd in mijn eigen goal geshot. Ja. Ja. En dan achteraf in de douche waren de kindjes heel vredaardig. Echt? Ja. Ja. En trok er ook iemand aan mijn, aan mijn plassertje. En is dat toen dat ze ook op je tandjes hebben gestaan? Naar welk land zouden jullie emigreren? Graag naar Polen. Polen? Zo ver? Maar dat is eigenlijk niet ver, hè. Ah, nee. Ik heb een kuisvrouw die is van Polen en die komt elke week met de fiets.